Hey, goedemorgen, makker. Oh, maestro. Wat een blaf aan het lopen, man. Ja, kijk, jongen, daarom heb ik het batootje meegenomen. Ja, mij maar lopen met die kar, of niet? Jij bent de sportman, hè? Ik denk dat we straks gaan omdraaien, want terugweg dan ga ik met de batoot. Je maakt vaak een denkfout, hoor ik. Aan de bak. Mooie stokjes, David. Ja, ziet er super strak uit, joh. Godverdikke. Netjes, hè? Mooi afgewerkt, briljant. Great endorser. Zeg, Koops, heb je nog zo'n hoedje, zo'n nieuwe? Jazeker. Nou, even pakken we hoor, jongen. Kijk eens even aan, mag ik u aanbieden? Ja, dit is een mooi product, joh. Namens het bedrijf. Godverdorie. Lekker, hè? Ik zet bewust een shot-systeem in. We hebben een paar dagen licht aangevoerd. Met zo'n shot kun je toch vrij snel een aanbeet forceren. En we vissen zo in ieder geval gevarieerd. Shot, snowman, liggend, zoveel mogelijk presentaties om zo snel mogelijk een aanbeet te kunnen forceren. Goed, even doen twee met Central Soccer System. Met die zware loden erop. Wat doen we met die andere? Ja, we hebben volgens mij al twee inline. Eén shot, dus dan vissen we hier 70 clip, denk ik. Twee met de clip, ja, lijkt mij ook verstandig. Wel rechtstreeks doe ik op de voorslag. Tegen die tak is dat wel slim. Eén voor de schuurbestendigheid en hebben we geen extra knopen. Toch? Erboven. Ja, veiligheid boven alles. Heb je die tonada's gepakt? Ja, en mulberine. Beetje mengen, 20, 15, altijd goed, lekker, joh. Lekker. Hey, Koops, heb je nog weetjekroes bij je? Jawel. Eén snowmannetje maken. Doe maar 0,8. 0,8. Ik denk 8 meter, net dat strookie. Ja, dat is strookie. Keihard. Mooi. Wat we ook proberen, voor ons toch echt wel de absolute favoriet, hè? Ja. Shotje erop. Ja, klein geheimtje, nieuwe haken. We zijn al een maandje of 3-4 nu aan het vissen. Super scherp. Ja, dat is natuurlijk ideaal voor deze tijd van het jaar. Vissen worden wel iets trager. Het moet gewoon absoluut zo scherp mogelijk. Maar je hebt toch gekozen voor een viertje, Koops. Kijk, we zitten natuurlijk twee hengels echt strak naar de overkant tegen de takken aan. Ja. Ik denk dat die haak genoeg vlees kan pakken en dan kun je toch voldoende kracht zetten, want we moeten aardig die vis van de tak af zien te krijgen. Een kleine haakhaas zie ik wel. Ja, dat hebben we gemerkt. We hebben hier een keertje eerder al gezeten natuurlijk, vorig jaar. En hebben we ook onderwaterbeelden gemaakt. Ja, en toen zagen we toch wel dat het verschil maakte. Vooral bodemhaas was favoriet, hè? Vooral overdag dan. Ja, klein bodemhaas. Nou, uitvaren die hengel en trek die lelijke mutsjes van je kanarie af. Zo, mijn man. Hemel, wat een heerlijk mutsje. Een soort schapen op je kop. Oké, jongens, we zijn nog volop met opbouwen, maar kiezen toch voor om snel één hengel op de hotspot te leggen. Dus die leg ik snel neer en hopelijk kunnen we al een aanbeurt forceren. Veiligheid voorop, hè? Trek je van het touwtje, joh. Kijk wel uit, jongen. Zit ik met een ding in mijn nek. Oh. Ligt die lekker? Normaal. Kijk, dat bedoel ik. Afgelopen nacht een dikke nachtvorst. Min 2 zelfs bij mij. Moest flink krabben. Ja, dit heeft een water met ongekend veel taluutvorming, diepte. Eigenlijk kun je overal vissen en vis verwachten. De diepte houdt ook de temperatuur wat langer vast. Ja, ik denk gewoon dat het moet kunnen. Wat denk jij, Debs? Ja, ik ben blij dat we hier zijn, joh. We hebben zoveel mogelijkheden. We kunnen ondiep vissen vanaf een meter tot 10 meter. Dus kijken wat we kunnen doen. Nou, ondanks de blubber wat jullie hier rondom ons zien, kenmerkt het water zich met een aantal prachtige harde plekken. Wat zullen we doen, David? CS'je?
Ja, die hardere bodem ben ik ontzettend blij mee. Daar kunnen we met CS inline system vissen. Zeer effectief, prikken vanuit het centrum. En uiteraard dubbele beetregistratie. Dus we zijn nog sneller bij de hengel. En nog belangrijker, het is uitermate visveilig. Daar gaat hij. Nou Pieter, ligt hij goed? Ah boys, kijk dan wat ik eruit trek. Jee. Kijk dan, dat wil je toch niet? Je zit vol tegen het obstakel, geen breed. Kijk nou toch. Ja. Ah, dan weet je niet wat je doet boys. Hè. Tegen zulke obstakels, al lijkt het maar 50, 70 meter, doe de breed op. Want dit kan echt niet. Drie verschillende lijnen. Kijk, dan weet je nu waarom wij voor visveilige systemen kiezen. En waarom wij het zo belangrijk vinden dat die hele lijn door het systeem kan. Want dit wil je natuurlijk niet. Tjongejonge. Nou, opruimen. En de volgende. Zo, jongen, hengeltjes liggen. Lekker. 3, 5, 8. Ben benieuwd. Die gaat wel af. Nee, koops man, de luchtdruk is hoog. Wat verwacht je, jong? Denk je dat het nog wat wordt? Nou ja, op dit moment is het nog niet echt top. Hè. We zitten op 1025, maar hij gaat wel aardig naar beneden kwakken. Zo, maar hij knalt naar beneden, jong. Kijk eens. Om. Rond de 1000, hè. Dat moet gebeuren. Nou, David, zo even bakkie, een burgertje. Lijkt me mooi, joh. Ik heb er wat engeltje erbij. Toe, joh. Lekker, man. Kijk eens, jongen. Lekker, jongen. Oh, mooi zakken, boom lopen, hè? Heerlijk. Slip dicht, hè, want hij moet niet het obstakel in. Lijkt goed te gaan, jongens. Ah, dit was het hengel op het harde plaatje, hè? Heerlijk drilletje. Ik denk dat hij nu echt ruim uit het obstakel is. Nou, voelt best goed, boys. Lekkere, rustige vis. Dat kan ook te maken hebben met het water afkoelt natuurlijk, maar ik heb het idee dat het nog eens een mooie vis kan zijn. Trek even pak aan dan, David. Hij heeft er goed zin in, hoor. Nou, makker niet verspelen, hè? Kijk, jongen. Waar zit hij, jongen? Ja, een beetje links van je. Oh, ja, ik zie de lijn. Ik zie de lijn. Yes. Zo lekker, hè? Die koops, die moest even naar de zaak. Want die moest even wat bespreken voor Karpswolle. Heerlijk. Daar zijn wij hem eens lekker voor, want meestal is hij gierig het eerst hoor, bij de hengels. Nou ja, als we een beetje aanmaken, kunnen we misschien nog één vangen. Hebben we er allebei al eens even één. Fucking hell. Hij is gewoon sterk. Ja, je zit met een talud hier, hè? Ja, mooi spiegel. Ja, ja, ja. Zo lekker, jongen, op dat nieuwe stokkie. Buigt fantastisch, hè? 2-3 kwartje heb ik hier. Oeh, lekker. 10 voet. Oh, oh. Ja, dit is echt kwaliteit dit. Heerlijk. Wat drilt dat lekker. Echt een mooie spiegel, boys. Mooie spiegel. Kijk eens even. Ja, ja. Goeie vis, hoor. Kom maar bij papi. Yes. Oh, lekker, hoor. Kijk eens even. Ah, dat is een goeie, hoor. Oh, we zijn weer dik uit de startblokken, vriend. Lekker. Bank Time Stories 4. Kijk mooie even. Mooie vis, jongen. Dit was ook een drill, boys. Oh, oh, oh. Mooie vis, lekker. Joh. Pieter, pak jij de sling even? Ja, ik ben al bezig, Debbets. Ja, maak eens aan, man. Ja, ik pak even keepcheckie. Kun je hem even laten recoveren? Nou, net even uit de steel. Stukje veiligheid, even de vinnen checken. De vinnen goed liggen langs het lichaam, allebei de kanten, dat is netjes. Dan pakken we hem voorzichtig op. Zo, goede bonken. Ja, dat is een mooie vis, joh. Hey. Hey, toch weer op die 15 mm. Ja, kleine azen zie je top, hè? Dat zie je maar weer. Tunanaatje. Tunanaatje. Lekker. David, schiet maar even de wegen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk, joh. Ik denk kilootje 14. We zullen eens even kijken. Kijk, ik zei het toch, hij haalde het wel. Ruim 15 kilo, jongen. Lekker.
Mooi begin. Start weer. Hé, hey, lekker man. Goeie start. Ja, heerlijk hè. Wat een brute spiegel. Een mooie vis jongen, mee te starten. Top de, hè. De kop is er weer af jongens. Ja. Genieten. Ik denk snel weer terugzetten en knallen met Jap. Op naar de volgende. Zo'n prachtige spiegel. Dat in november. Super, super vet. Nou, hij zat goed gehaakt, hè? Ja, joh, echt top. Even een nieuw richtje er weer op en dan kan hij weer ready to go. Weet je, met die central shocker zit je gewoon zo goed qua druk. Je pakt hem precies op en met dat die kop schudt, bam. Ja. Ja, hij is echt een top systeem. Ook mijn favoriet. Laten we hem snel weer uitvaren. Ja, man. Kom op, joh. Gas. Ligt hij lekker, Pedro? Ja, top. Deze hou ik iets verder van het obstakel af, omdat daar wat ondieper is. Kijk, die andere hengel onder de boom, daar staat 4, 5 meter water. Ja. Dat is niet zo spannend, maar hier, ik wil niet dat ze de takken in vliegen. Verstandig, joh. Verstandig. Heel goed. Nou, kom. Nou, David, kom op, jongen. Ah, mooi spiegel, Dex. Kijk. Ja. Yeah. Nou, nummer 2 jongens. Hey, lekker. Jongen, wat is. Maar kip er nog heen. Hey, kijk eens even, je kip er nog heen in het net, joh. Oh. Nou ja, op zich zitten ze wel lekker op de balletjes weer, hè? Oh, oh, oh. Ja. Kijk dan, jongen. Oh, dat is een nieuw mutje, hè? Ja, kijk jongen, beleving, hè? Ja. Ik ga het meteen regelen voor je. Outfitje. Heb je een stoel voor me meegenomen? Kijk eens even tegen het boompje daar. Wat dacht je daarvan? Nou, niks meer te maken. Ik doe mijn waterpak wel van staan. Als dat geen vriendschap is. Tjonge, jonge, jonge. God, lekker aan het drillen zeg. Toch beter dan verwacht, hè, mannen? Ja, zeker. Man, wat een chaos weer. Jongens, jongens, jongens. Kom op. Het is een mootje dit, hoor. Lekker. Kijk eens even, joh. Hoge. Ja, het is een mooi spiegel hoor. Dat hij een beetje tegen de 15 kilo aan frummelt. Nou, hetzelfde systeem weer, dezelfde plek, binnen een kwartier. Super toch? Nou, lekker matje mannen. Net een vis koops. Hey, lekker man. Even aankomen lopen en dan direct drillen weer. Ja, dat is in principe een beetje mijn visserij. Ja, wat jij gewend bent eigenlijk, hè? Ja, ja, zo doe je dat normaal ook. Daar kan ik wel aan winnen. Maar goed dat wij eerst aan de beurt zijn geweest, Pedro. Wat een prachtvis, joh. Kom jongens, wat water in, dan pakken we die andere er even bij en dan... Prima, laten we dat doen. Yes. Dan kijken wie de grootste heeft. Haha, nee, lekker joh. Mag die van mij wel even aanraken? Oh, joh. Kan je toch even voelen? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, we hadden dit niet verwacht, hè. Maar het is alweer de derde vis, dus ja, het kan gewoon niet beter, joh. Wat staat ons nog te wachten? Super vette spiegel dit. Ja, echt een mooie vis, hoor. Net onder de 15 kilo. Goed volgegeten, die lag wel op de bollen. Weet je, ik vind het zo vet. Dan ben je al in november en dan vang je ook een dikke volle spiegel. Hè? Super vet. Vet. Tik aan. Lekker houden. Richtie bouwen.
Oké, okay, jongens, time voor een plopper. Het was weer een mooi lekker dagje. Ik heb hem al gekregen. Ik zeg santé. Yo, proost. Yo. Nou ja, misschien kan er nog een beetje afkomen. Ik heb er best vertrouwen in eigenlijk. Zal lekker kunnen. Nou, Debs, knoop jij een beetje door, oude grijze pelter. We hebben even lekker pilsie. Kom, dat denk ik ook, santé. Een lekker dagje weer. Ja, ik had het niet verwacht. Nee joh, zeker. Knetterhoge druk. Hij gaat natuurlijk wel zakken. Maar met oostenwind, hoge druk, verwacht je geen 3 aanbeter. Ja, zo zie je maar jongens. Het is totaal geen vis weer. Toch zijn we gegaan. We hebben zelf ook even getwijfeld. Zeker. Maar uiteindelijk komt het dan toch goed. Ja. En ik ben ook wel een beetje verrast over die 3 meter waar we die vis opvangen. Misschien toch de kracht van de zon op denk dat het kantje. Eigenlijk best apart op een put waar ook 10, 12 meter is. Die 8 meter heb gewoon geen stoot gegeven. Nee, en ik had eigenlijk ook gerekend op die diepere stekkie of 5 tot 8 meter. Maar nou ja, zo zie je maar. Ja, en de wintertijd hè. Dus 4:15 is klaar. Zonnetje onder, 6:00 pikken donker. Ja, dus we hebben nog eventjes. We moeten de hengeltjes eruit. En dan morgenochtend maar weer. Tuurlijk. Ik denk dat er nog wel 1 of 2 komen. Ja, ik heb ook wel vertrouwen. Zeg, Koops, heb je een lekker zomerslaapzakje mee, jongen? Ja, je kent me, hè? Genoeg spek op het lijf, joh. Man, je bent ook net een zeehond, jij, hè? Eén dikke laag. Nou, voor de zekerheid heb ik even de dikke poffer meegenomen, nee, jongen. Nee, joh. Ja, lekker dubbel leentje. Janker. Heerlijk. Zo, ik ben hier wel blij mee, jongens. Kruip papi lekker onder deze, zodat hij lekker die hele dikke poffer over zich heen heeft. Oh, lekker warm. Paadje, ja. Foei. Nou jongens, net voordat we de hengeltjes gaan binnendraaien, nog even een run op het tjotje. Ja, toch een beet op de 8 meter, Koops. Ik voorspelde het, hè. Ik zeg, die tjot gaat toch lopen. Ja, op 8 meter. Nou, daar hebben we hem. Lekker spiegeltje. Jawel. Lekker. Nou, is gewoon genield, boys. Vol in de onderkant, hè. Nou, perfect gehaakt, boys, hè? Op ons nieuwe chot system. Vlijmscherpe haken, moebrien pop-upje. Nou, vis perfect geneeld. Heerlijke run. God, hij ging 5 de versnelling, hè? Lekker. Ja, lekker. We zaten al een beetje weg te dummel, hè? Ja. Hengeltjes eruit draaien. Het was een mooie tijd om een beetje onder de wol te gaan kruipen. En dat ging nog even. Heerlijk. Lekker weer terug en even laatste hengeltjes binnendraaien, Koops. Jawel. Mooi geweest voor vandaag. Zeker.